Kuksu, kuksu, kuksu. Waar je ook kijkt. Waar je ook online en wat je ook leest in de kranten, noem maar op. Je vindt alleen nog zijn naam, Kuksu. Ja, het gaat natuurlijk over het dragen van die band. Ja of nee? En ja, en dat hij dat dan niet wilde. En ja, en iedereen is dan helemaal over zijn toeren. En dan is het weer woke. Nee, we hebben helemaal niks met woke te maken. Nee, helemaal nul. Het heeft gewoon te maken met... Daar hebben we mee te maken met iemand, een moslim. En de moslims, dat weten we, die zijn niet zo erg voor homo's. Nee, en wat eraan vasthangt. Nee, dus die jongen, die denkt bij zichzelf... Nou, dat moet ik niet doen als moslim, want ik moet ook nog eens een keertje thuis kunnen komen. En voor zijn achterban. En die wil ook gewoon daar vrolijk in de rondte blijven stappen. En ja, die zegt, dat doe ik niet. Nou, oké. En dan denk ik bij mezelf. Ja, want die vraag heb ik natuurlijk van jullie allemaal gehad. Harry, wat vind jij van het hele verhaal, Kuksu? Ja, nou ja, ik vind daar wel wat van. Want ik, kijk... Dat die jongen dat weigert, daar is in principe niet zoveel mee aan de hand. Dat moet kunnen gewoon, dat mag gewoon. Ja, want ja, niet dat ik het daarmee eens ben en zeker niet met geloven helemaal. Want ja, hou je geloof lekker voor jezelf en lekker thuis en neem dat niet mee naar je werk. Want ja, geloven, weet je wel. Ja. Ik heb ooit geloofd in Sinterklaas tot mijn zesde. En toen ben ik gestopt met geloven. Maar goed, hij heeft het opgehangen aan zijn geloof. En dat mag. Hij mag dat vinden. En hij mag dat weigeren. Alleen, en hier zit het kleine probleem. Hij moet dan, als hij dat wil, geen aanvoerder van Feyenoord willen zijn. Dat is het. Dat is dan ook het beste voor Kuksu. Ja. Gewoon doe dat, geen band willen dragen, maar dan is eigenlijk de consequentie van, dan kan je ook Feyenoord verder niet vertegenwoordigen. Want Feyenoord wil dat namelijk dolgraag wel. Want die zijn wel voor het dragen van die band en voor wat daarvoor staat. Ja, en dat staat dan haaks op elkaar. En Kuksu, wat die Kuksu heeft gezegd, die zei, ja maar ik wil niet ook het uithangbord zijn. Voor die hele beweging, van die regenboog en noem het allemaal maar op. Ja goed, dat mag, dat kan hij vinden, dat is geen enkel probleem. Maar wat er nu gebeurd is, hij is nu het uithangbord van het tegenovergestelde. Ja, en dat kan natuurlijk eigenlijk weer niet binnen. Toch ook Feyenoord, wat toch ook een maatschappelijke functie heeft. Daar kan dat niet, dan dat. Nee, dat is oude vrienden, voel je hem? Dus de uiteindelijke conclusie is gewoon, Kuksu, veel beter als hij zegt van, ik ben niet geschikt voor deze functie. Dus ik ben aanvoerder af, dank u wel voor de eer. En Feyenoord moet zeggen van, ja dat kan niet, want misschien lopen we in de toekomst weer tegen dit soort problemen op. Beter dat jij geen aanvoerder bent. Punt, dat is hem.